Als eerste steek ik de Big Green Egg aan. Ik ga vandaag de tandoring gebruiken van Let's Q, een superleuke gadget voor de Kamado. Gebruik je favoriete rub, een kilo kippendijfilet en een pakje ontbijtspek. Dan voeg ik een klein beetje appelhout toe, deel ik de gehele Kamado indirect in en plaats ik een druippan voor het lekken. Dan haal ik de topvent van de Big Green Egg af en plaats ik de ring bovenop de Kamado. Snijd de kippendijfilet in kleine stukjes en daar vouwen we de spek omheen. Daarna rijgen we alles aan de spiezen en die hangen we in de ring. Bij een kerntemperatuur van ongeveer 60 graden Celsius lak je de spiezen af met je favoriete barbecue saus. Dan hangen we de spiezen terug in de ring en laten we alles doorgaren tot een kerntemperatuur van 72 graden Celsius. En eet smakelijk!